Op de Joop Westerweelschool in de Baarsjes was prinses Maxima vandaag op bezoek. Maxima kwam langs voor een voorleesproject. En dat was voor twee leerlingen een bijzonder bezoek, want zij mochten de prinses een vraag stellen. Een prinses komt niet elke dag op de koffie. Het was dan ook een spannende dag voor de Joop Westerweelschool. En al helemaal voor Renat en Amar, want als enige kinderen mochten zij bij de gesprekken met de prinses aanwezig zijn. Wat vond je van de prinses Maxima? Dat ze mooi. En dat ze voor ons helemaal hier naartoe is gekomen. Ik vond het heel erg spannend, omdat de prinses hier op in school kwam. En ik ging met haar praten en vragen voorstellen. En daarom vond ik het spannend. Maxima kwam langs om te praten over de Voorleesexpress. Een project waarbij kinderen met een taalachterstand 20 weken lang worden voorgelezen door vrijwilligers. En daarover mochten vragen worden gesteld. Wat denk je van de Voorleesexpress? Nou, het is een geweldig initiatief. Ik vind het fantastisch dat jullie meer kans hebben om meer Nederlandse boeken te lezen. En de weg te vinden naar de bibliotheek. En beter te doen op school natuurlijk. En dan wilde Amar nog weten of Maxima haar eigen kinderen eigenlijk ook voorleest. Ze leest haar kinderen voor. En dat de kinderen zelf een boekje, soms zelf een boekje uit mochten kiezen. Toen Maxima na een uur overleggen en vragen beantwoorden weer vertrok, was inmiddels iedereen er wel achter dat er hoog bezoek was in de Baarsjes. En kreeg de prinses een koninklijk afscheid.